En mijn rechterbeen stond vast in het gras, waar mijn knie dus draaide toen hij op mijn enkel belandde. En toen heb ik dus mijn voorste kruisband bijna helemaal afgescheurd. In de knie heb je twee kruisbanden zitten, een voorste en een achterste kruisband. Met name de voorste kruisband is degene die vaak scheurt. Hoe je het een beetje kan voorstellen is dat je je onderbeen hebt, zeg maar, en je bovenbeen die zit erop. En bij een buiging van de knie dan maakt hij deze beweging. De kruisband die zorgt ervoor dat de voorste kruisband met name, is dat het been niet ervan af kan glijden, zeg maar. Dus daar zijn die banden voor in die knie. Dan zijn er verschillende mogelijkheden waarop zo'n kruisband kan scheuren. Dat kan net als bij Michael Breij, die heeft een enorme zaag gekregen van achter die hij niet aan zag komen. Waardoor dus ineens het been weggeslagen is. Maar het kan ook in een overstrekking of een verdraaiing moment, wat bij het voetbal natuurlijk veel gebeurt. En ja, dan kan het misgaan. Ik moest eerst wachten tot mijn knie niet meer zo dik was. En dan kon ik de MRI in het ziekenhuis laten maken. En vrij kort daarna had ik gehoord vanuit de foto dat mijn voorste kruisband bijna helemaal was afgescheurd. Het moeilijkste was het accepteren van dat ik 6 tot 9 maanden niet meer zou kunnen voetballen. Of tenminste met het team. Dat is toch wel een pijnlijke slag geweest. Maar ja, als je voor jezelf het riedeltje afgaat, dan moet je dat accepteren en dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Sometimes I believe, at times I'm wishing all I can fly. Het traject van Michael Breij is heel positief. Voordat hij de operatie inging, heeft hij nog getraind om goed sterk de operatie in te gaan. Daarnaast is het goed geweest dat hij heeft een hele goede operatie gehad, waarbij hij weinig zwelling of complicaties gehad heeft. Dat gaf ons weer de mogelijkheid dat hij vrij snel in zijn volledige mobiliteit kwam. Dat hij niet te veel spiermassa verloor in de beginfase. Dus dat we heel snel met goede stabiliteitsvormen en krachtvormen aan de gang kunnen. En hij is nu 4 maanden. 3 maanden hebben we wat testen gedaan en ja, daarin loopt hij eigenlijk al keurig op schema of zelfs iets voor schema. Dus hij gaat heel positief. Sometimes I believe, at times I'm wishing all I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing all I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Ik mag Kees heel graag, hij mij volgens mij ook. Dus, het is altijd 100% trainen. En daarnaast is het ook nog af en toe even een leuke training, zoals afwerken. En dat je ook af en toe een grapje kan maken, wat ik zelf ook heel belangrijk vind. En Kees heeft het ontzettend goed gedaan met mij. En ook, heeft mij ook mentaal gesteund om toch weer stapjes te kunnen zetten. 1 en een paar jongens van onder 17 gebruiken het nieuwe POA-systeem. Je meet hartslag, daarmee kijken of de
trainingsprikkel gehaald is, of de jongens voldoende minuten in een bepaalde zone zitten. Daarnaast zit ook een GPS-systeem in, te kijken wat ze doen op het veld, hoeveel meter ze lopen, hoeveel meter ze in bepaalde snelheidszones lopen. En dit vergelijken we met het eerste. Het eerste gebruiken we vooral een ander systeem. We meten op dezelfde manier, maar daarmee kunnen we kijken waar we naartoe moeten met die jongens. Ja, bij de revalidatie is het hartstikke belangrijk. Dan weet je natuurlijk wat de groep doet in trainingen en waar een revaliderende speler naartoe moet werken. Dus vandaar dat we het zeker gebruiken. Okay. En zou je een voorbeeld kunnen geven voor jullie het onderdoen bij bijvoorbeeld Michael? Mike? Ja. Dit is de hartslagmeter, waar ook de GPS in zit. Dus die hartslagmeter draagt hij op zijn borst, zodat goed de hartslag gemeten wordt. En dit gebeurt elke training. Nou is hij klaar om het veld op te gaan. Ja, jullie houden dat dan bij via een iPad of via een systeem? Ja, we kunnen het live monitoren op een iPad. Dus kunnen we zijn hartslag bekijken hoeveel meters hij heeft gelopen. Dus dit is vooral belangrijk als je in hoge intensiteit gaat trainen. Kijken of die echt daadwerkelijk in de intensiteit zit waar je naartoe wil. De termijn doelstelling is zo snel mogelijk wedstrijd fit worden. Dus dat betekent met de groep mee trainen, wat duels gaan spelen. Misschien proberen aan te sluiten bij oefenwedstrijden zo snel mogelijk. En dan zo snel mogelijk naar de competitie toe werken om daar weer te gaan vlammen. Ik zou zeker hier bij AZ1 in het eerste willen en kunnen spelen. Daar heb ik wel veel vertrouwen in. Ik wil graag AZ bedanken voor de positiviteit die ze mij hebben toegesteund. Van alle trainers, de staf van mijn team. Dat ze mij hebben gesteund en nog steeds steunen. Daarbij wil ik ook graag mijn teamgenoten een groot compliment geven. Dat ze mij vaak een WhatsApp hebben gestuurd met het komt goed Mike, doe je ding, ik ben trots op je. En ik hoop dat ik dat allemaal uit kan betalen later met wat prijzen te winnen voor AZ1. In dit stadion? In dit stadion, dat zou mooi zijn. Of in een ander stadion als we maar een prijs pakken.